Goedenavond. Fijn dat u meeluistert en meekijkt vanavond. Vanavond mediteren we voor de eerste keer over een pelgrimslied. Mediteren, dat is nadenken over een Bijbelgedeelte. En vanavond willen we dat doen met Psalm 120. De komende weken hoop ik met u de pelgrimsliederen te behandelen. Als een kort rustmoment in de week. Zomaar een kwartiertje de Bijbel open, stil worden voor Gods aangezicht. Het is deze week ook stille week. Zo noemen we de week naar Goede Vrijdag en Pasen toe. En vanavond mogen we even verkeren in de stilte van de oude psalmen, die al eeuwenlang alle kamers van de ziel aanspreken en openleggen voor God. En dat zullen ze blijven doen tot de jongste dag. Daarmee weten we ons ook sterk verbonden met Israël. Pelgrimsliederen spelen een belangrijke rol rondom de feestdagen in Israël. Je ziet de stoet pelgrims zo voor je, al zingend. 15. Er zijn 15 pelgrimsliederen, Psalm 120 tot en met 134. En een oude Joodse uitleg zegt 15 pelgrimsliederen, omdat die werden gezongen bij het beklimmen van Jeruzalem en het beklimmen van de voorhof die 15 treden telde, die leidde van het voorhof van de vrouwen naar de voorhof van de mannen. En op die treden stonden de levieten te zingen, een niet te tellen aantal levieten met harpen, lieren, cymbalen, trompetten en andere muziekinstrumenten bevonden zich op de 15 treden. Een prachtig beeld. Met in gedachten de zingende levieten op de trappen van de tempel gaan wij vanavond luisteren naar Psalm 120. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst met elkaar bidden. Laten we stil worden. Eeuwige God, dat bent u. Niet te denken, niet uit te spreken. U gaat ons bevattingsvermogen te boven. Als wij de schriften openen en u spreekt tot ons en u raakt ons, dan duizelt het ons wie u bent. Het is stille week. Vanavond mogen we zomaar even stil worden voor uw aangezicht. Maar Heer, mag het een stilte zijn die ons leven doortrekt. Een sabbatsrust op de bodem van onze ziel. Wilt u vanavond tot ons spreken door de woorden die opengaan? Wilt u met ons zijn in ieder in zijn eigen omstandigheden, bij die jonge gezinnen, waar het misschien heel onrustig is, druk is? Heer, mag er dan zomaar een stilte binnenvallen en binnendringen door de woorden van de pelgrim uit Psalm 120. Wilt u ons zo een stilte moment geven in de dagen naar Goede Vrijdag toe? Een ontzagwekkende stilte, omdat u daar het kruis hebt opgericht, waarin wij alles mogen zien. Uw bloed tot een volkomen verzoening voor al onze zonden vergoten. Dat drukken we uit in het gieten van de wijn, in het breken van het brood. Dat is Pesach. Heer, we bidden vanavond om uw zegen. Wilt u die geven in de meditatie die we mogen hebben met elkaar, om zomaar kort na te denken over deze woorden. We mogen de belofte, die als een rode draad door de schriften gaan, zichtbaar worden en vervuld zijn in Christus Jezus in ons eigen leven. Voltooid in Hem, zodat ons leven opbloeit. Al gaat het de nacht in van Goede Vrijdag, omdat wij door het kruis heen zien dat de dageraad is aangebroken. Heer, wilt u ons vreemdelingen maken, dat vanavond ook leren om vreemdeling te zijn hier beneden, maar geen vreemdeling bij u, omdat u vrede heeft gegeven door Jezus Christus. Zo bidden wij om uw woorden, bidden om uw geest. Geest van God, wees in ons midden, hier in dit kerkgebouw, maar wees ook in de huizen, thuis bij ons, als we meeluisteren of meekijken. Doorwij ons hart, laat de woorden leven en opbloeien
zomaar voor Goede Vrijdag, zodat we een duw in de rug krijgen door uw woord en door uw geest. Richt ons op. Kom, Heer Jezus, kom met uw woorden. Dat bidden we in naam van u. Amen. We openen de schriften, dat doen we dus met Psalm 120. Psalm 120. Ik lees hem met u. Een pelgrimslied. Ik riep tot de Heere in mijn benauwdheid. En hij verhoorde mij. Heere, red mijn ziel van de valse lippen, van de tong vol bedrog. Wat zal de tong vol bedrog u geven? Wat zal u aan u toevoegen? Scherpe pijlen van een machtige man en gloeiende houtskool van brem struiken daarbij. Wee mij dat ik als vreemdeling in Mesech verblijf, dat ik woon in de tenten van Kedar. Mijn ziel heeft lang gewoond bij hen die de vrede haten. Ik ben vreedzaam, maar als ik spreek, voeren zij oorlog. Tot zover het woord van God. Ja, gemeente, hier beneden is het niet. Het is de titel van een boekje die ik in de kast heb staan. Het is trouwens ook een lied. Misschien ken je het wel. Het oog omhoog, het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Een prachtig lied natuurlijk. Maar als je echt nadenkt over die woorden, nou ja, vooruit, dan zing je heel wat. Hier beneden is het niet. Niet. Tussen wel en niet zit toch ook nog iets. Hier beneden is het niet alles, maar op zich gaat het wel. Hier beneden wordt het nooit helemaal wat, maar eigenlijk red ik het best aardig. Ja, toch lijkt Psalm 120 dat wel te zingen. Hier beneden is het niet. Wat is dan beneden? En wat is dan boven? Ja, zeg je, dat weet ik wel. Beneden is natuurlijk de wereld en boven de hemel. Beneden in de wereld is het niet, boven in de hemel is het alles. Je hebt gelijk, dat is ook zo. Maar de pelgrim bedoelt nog iets anders. Hij leeft beneden, hij reist naar boven. En dan niet allereerst de hemel, maar de stad, Jeruzalem. Dat is ook heel mooi te zien aan het opschrift. Een pelgrimslied. De Statenvertaling, misschien weet u dat nog, heeft als opschrift een lied, Hamaalot. Daar zit het woord al-a in. Opgaan. Dat is het. Een lied van de opgang. Omhoog gaan. Van beneden naar boven. Uit de diepte naar de hoogte. Opgaan betekent in de Bijbel opgaan. Uit de duisternis naar het licht. Denk aan Israël uit Egypte. Het Pascha werd gegeten en toen ging Israël al-a, staat er dan. Ze gingen op uit de duisternis naar het licht, naar het land dat overvloeit van melk en honing. Dat bedoelt de dichter. Een pelgrimslied. Ik ga op uit het duister naar de Godstad, Jeruzalem. Sion, hier beneden is het niet, boven is het wel. Jeruzalem, daar wil ik heen, de stad die ik bemin, de tempel, in dat huis wil ik zijn. Maar goed, dat kun je wel zeggen, hier beneden is het niet. Maar waarom niet? Maak er gewoon het beste van. Zet je in voor een fijnere tijd. We hebben het nu allemaal zwaarder, dat is ook zo. Maar we hopen toch op het beste richting de zomer, als straks alles weer open is. Nou ja. Nou, hoor maar wat de dichter zegt. Ik verblijf als vreemdeling in Mesech en Kedar. Vreemdeling.
Om dat woord is het in Psalm 120 te doen. Als vreemdeling in Mesech, in het noordoosten van Israël, bij de Zwarte Zee, Kedar, diep in het zuidoosten. Nee, hij woont niet op twee plaatsen tegelijk. Dit is figuurlijk bedoeld. Kedar betekent duisternis. Zie het maar zo. Hier spreekt een Jood die in ballingschap, die in diaspora leeft. Ik verblijf in de duisternis, ver bij Israël vandaan. Dan woon je dus beneden. Dan leef je in de diepte. Zijn gezin heeft het moeilijk. Hij dient de Heer, de omgeving niet. Hij aanbidt Yahweh. Zijn straat doet niet mee. De God van Israël laat de rest in zijn dorp koud. Nou ja, koud. Het laat hen eigenlijk helemaal niet koud. Die dichter wordt namelijk lastiggevallen. De Jood wordt gehaat. Met tongen als een mes vallen ze hem lastig. Met woorden die verdrukken als scherpe pijlen treiteren ze. Gloeiende houtskool van brem struiken erbij. Brem, dat brandt gevaarlijk. Het is licht ontvlambaar. Maar het brandt ook nog eens heel lang. Zulke mannen dus. Licht ontvlambaar, lekker doorsarren. En de psalmist? Hij zegt, ik ben vreedzaam. Ik ben shalom. Zo staat het er. Ik leef en spreek uit Gods vrede. Maar dat leven roept juist weerstand op. Ik ben een vreemdeling. Benauwd door de omgeving. Benauwdheid is in de Bijbel als je in nood zit, maar ver bij God vandaan bent. En daarom wil de dichter opgaan. Omhoog gaan, naar boven, naar Jeruzalem, naar de tempel, naar God, naar Yahweh. Zodat hij even boven alles uitgetild wordt. Vreemdeling. Dat woord springt eruit in deze psalm. Beneden leven. Hier op aarde leven als een vreemdeling. Wij zijn Israël niet, wij zijn de Jood niet, wij bidden voor hen. De kerk staat om hen heen als het over antisemitisme gaat. En toch zegt Jezus ook tegen ons, in de wereld zul je verdrukking hebben, weet u het nog? Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Verdrukking zul je hebben. Dat is een onderdeel van vreemdelingschap. Apostel Johannes benoemt het ook, als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Hier beneden is het niet. Deze pelgrim zet mij aan het denken. Treft mij verdrukking en spot. En als dat niet zo is, hoe zou dat kunnen komen? Geloof ik als een chameleon, gedij ik in alle omgevingen, kleur ik als vanzelf mee in handel en wandel. Deze pelgrim zegt, ik geloof niet als een chameleon, ik geloof in de Here. En daarom heb ik andere ogen, oren, handen, voeten en een andere tong. En vooral een andere ziel, die ademt in God. En verstikt in de goden van de wereld. En dat kan weerstand oproepen. Daarom heeft een christen een andere portemonnee, niet de mammon. Maar dagelijks brood van onze Vader. Niet de status, maar kinderlijk vertrouwen. In zijn handen leg ik mij dagelijks in vertrouwen te rusten. Een christen wandelt in alles in het licht van de Here. Zijn woord is wet. De bergrede, dat is het kompas van een christen. Maar goed, oké, dan ben je een vreemdeling, zegt Jezus. En zul je hoe dan ook verdrukking ondervinden. Er staat niet, dan ben je vreemd. Niet met een boekje in een hoekje leven. Een vreemdeling ligt op in zijn woorden en in zijn wandel. Omdat zijn eigenlijke plaats en bestemming een andere is. God. Ik adem in God. Een vreemdeling. Die heeft andere gewoontes, andere taal, afwijkend gedrag. Zijn hart leeft uit God. Zijn ziel
ademt in hem. En daarom brandt het hart van de dichter, zoals het houtskool van de bremstruik. Zo brandt zijn eigen hart naar God. Hij laait op, hij blijft smeulen. Hij heeft zin om op te gaan naar de tempel. Van beneden uit de diepte, naar de lichtstad Jeruzalem. Niet alleen om de stad, om God. De God van vrede. Waar hij zo'n rust ervaart. Waar hij zo'n diepe vrede ontvangt. Waar hij zo'n rijke genade krijgt. Herken je dat? Ik hoop het. Dat verlangen van deze dichter. Gedijen in de duisternis is levensgevaarlijk. Spelen met je leven. Zonder deze God zink ik daarin weg. Vertrouw op deze God. Jaweh, de verbondsgod. Dat is leven. Dan ben ik een vreemdeling. Mijn taal is anders, mijn doen is anders. Ik heb geen vrede meer met het bestaande. In de weg van zachtmoedigheid ontmoet je zomaar hardheid. In de weg van nederigheid ontmoet ik mensen die dat misbruiken. In de weg van het dagelijks brood en kinderlijk vertrouwen willen de goden mij binden met verrijking. In de weg, als een arme van geest, wil ik doen wat God vraagt. Dat botst. En toch vrede. Vrede met God. Ik verlang steeds weer naar het moment dat ik tegen zijn hart word aangedrukt als een kind. Waarin hij zegt, al mijn is het jouwe. Mijn vrede geef ik jou. Dat is het verlangen van de pelgrim in deze psalm. De kerken zijn voorlopig nog dicht. Daarmee begrijpen we deze pelgrim nog beter. Ik hoor jongeren verlangen naar de kerk en naar kerkdiensten. Ik hoor ouderen die zin hebben om weer naar de kerk te gaan. Dan begrijpen we deze pelgrim beter. Hij is ver weg van de tempel. En soms duurde dat maanden voordat je weer af kon reizen. Nou, dan brandt je hart van verlangen naar Gods vrede. Zo mogen wij richting Goede Vrijdag en Pasen, hunkerend naar de vrede. Nee, hier in de wereld vind je geen vrede. Althans, niet de vrede waar de pelgrim het over heeft. Hij zegt, ik ben vreedzaam. Ik ben shalom. Mijn bestaan is shalom, vrede van God. Bij jou ook? Dan ben je gelukkig te prijzen. Dat is Goede Vrijdag, dat is Pesach. Zoals de pelgrim opgaat naar het Pesachfeest, zo mogen wij opgaan, op naar vrijdag. Met in gedachten de woorden van Paulus. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Vrede met God door zijn bloed. Het heeft hem alles gekost. Zijn liefste zoon. Dat duizelt mij. Door hem weg onder het oordeel. Door hem vrij van vloek. Door hem verlossing. Dan hoef ik mijn leven niet meer te maken. Het is tot zijn bestemming gekomen in hem. Vrede door Jezus Christus. Opgaan naar Jeruzalem. Opgaan naar het rokende altaar. Dat is opgaan naar Goede Vrijdag, onderweg naar het kruis. Mijn zonden die veel zijn, daar vergeven. Geloof je mee met deze pelgrim? Hij zingt het uit. Daar, bron van eeuwige liefde, de dood van onze heiland aan het kruis, waar Keder en Mesech zichtbaar werden in de nacht die viel. De duisternis, de valse tong, zichtbaar en hoorbaar op Golgotha. Jezus genageld. In hem ontmoet ik vrede met God. Vuur van genade, heerlijkheid van God, rust. Mijn ziel, uw God is koning. Dan komt het kinderlijke in mijn ziel naar boven.
De overgave, het vertrouwen. Passie van liefde. De geest die het hart doorgloeit met zijn vrede. Als een houtskool van de bremstruik. Uw zonden zijn vergeven. Ga heen. Zondig niet meer. Leef uit mijn liefde. Leef uit mijn vrede. Doe mijn wil. Niet als een chameleon, maar als een vreemdeling op aarde. Maar dan ben je geen vreemdeling meer voor God. En daarom zwaait Psalm 120 gelijk de deuren open in vers 1. Ik riep tot de Heere, hij verhoorde mij. Met dat vers openen de pelgrimsliederen. Dat is de prediking van het evangelie. God die omarmt, die hoort, die mijn benauwde ziel ziet. Als dit God niet was, waren we verloren. Dit is waar de pelgrim op hoopt. U ook? Jezus, de gekruisigde, verkondigt uit het woord waarin hij verhoring schenkt. Vrede. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord toen hij riep, het is volbracht. Ik ben shalom, vrede in hem. Zoals het lied het zingt. Waarom moest ik uw stem verstaan? Waarom, Heere, moet ik tot u gaan? Zo ongewende paden. Waarom bracht gij die onrust mij? In het bloed, is dat genade? Gij maakt mij steeds meer vreemdeling. Ontvreemd ge mij dan ding voor ding, al het oude en vertrouwde? O blinde schrik, mijn God, mag ik niet eens mijzelf behouden? Want ik zie voor mij kruis na kruis, mijn weg, langs en geen enkel huis waar ik nog rust zou vinden. Kom ik zo echt bij u terecht? Ben ik wel uw beminde? Spreek gij dan in mijn hart en zeg dat het zo goed is dat die weg ook door uw zoon gegaan is. En dat uw land naar alle kant niet ver bij mij vandaan is. Vreemdeling op aarde, maar vrede met God. Dat is het opgangslied van deze pelgrim. Genade door hem alleen. Amen. We willen deze meditatie graag ook afsluiten met gebed. Laten we stil worden en God danken. Heren, we danken u dat Paulus ook die hoge toon kon aanslaan. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En Heren, dat mag juist ook deze weken centraal staan. Het kruis mag iedere keer weer opgericht worden in de evangelieverkondiging. Maar juist ook naar Goede Vrijdag toe. Heren, mogen wij de woorden van de pelgrim meenemen. Diep in ons hart. Vrede met God. Ik riep. Hij verhoorde mij. Heren, dat is een wonder van genade, dat krijgen we niet klein. Dat kunnen we niet uitspreken en uitdenken. Verwondering, dat is het. We danken u dat we zomaar even met elkaar door de week dit mogen bemediteren. En Heren, wilt u ons daarin laten opademen, ook in deze tijd waarin alles anders is. Dat het ook een stukje rust mag geven. Kracht ook om verder te gaan zoals de pelgrims verder gingen van kracht tot kracht. Maar we blijden wel met Paulus. Onze kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat ervaren we nu ook juist. Heren, zo bidden we voor elkaar. We bidden voor de gemeente die steeds op afstand meeluistert. We mogen de woorden inslaan door uw geest. Als uw woorden klinken, dan bent u daar. Wilt u ons optrekken en als een kind vertrouwen geven en overgave. Dat we ons niet verzetten, maar dat we vreemdeling durven te zijn in uw voetsporen. Heer Jezus, uw liefde heeft alles overwonnen. Uw liefde zal de dood overwinnen. Dat mogen we vrijdag ook met elkaar zien en horen. We bidden zo voor elkaar, we bidden voor de Witteberg. Wilt u ook daar zijn?
ook met hen zijn die in eenzaamheid leven. Als geliefden niet op bezoek mogen komen, Heer, dat kan zo zwaar zijn. En dan is het fijn dat er hulpmiddelen zijn om elkaar te bellen. Maar Heer, mogen ze nabijheid ervaren in uw woorden. Nabij u is het woord, in uw hart en in uw mond. Heer, mogen zij zo de moed hebben als deze pelgrim om opgetrokken te worden uit de duisternis en even boven alles uitgetild te worden. Heer, wilt u ons zo dragen in uw woorden? We bidden ook voor de jongeren in de gemeente, dat ook met hen zijn. Heer, we danken dat zij de kerkdiensten missen. Het is dat bijzonder om te horen. En Heer, wilt u hen vasthouden, dat ze elkaar ook vast mogen houden. En Heer, zo zien we uit naar de dag dat alles weer open mag gaan. Maar we zijn heel nietig en afhankelijk. We bidden daarom in diepe ootmoed en met grote schuld. O God, geef een kering, een keer in de tijd. Maar ook een omkeer in onze ziel. Dat wij ons aangezicht naar u mogen richten. Zodat we niet omkomen, maar eeuwig zouden leven. Heer, zo danken we u dat het bloed steeds weer druppelt op de gemeente. In het kruiswoord. Dat bidden we en danken we in naam van Jezus Christus. Amen. Hartelijk dank voor het meekijken en meeluisteren. Volgende week woensdag Devolent hopen we met Psalm 121 de meditatie te doen. En we kijken uit naar het komende weekend, Goede Vrijdag en Pasen. Hartelijk dank en Gods vrede.